De ambities van de Truienaren waren bijzonder duidelijk op voorhand. De titel was hoofddoel nummer 1. De ploeg deed in het tussenseizoen enkele gerichte versterkingen. Doelman Janno van Welkenhuizen maakte de overstap van Weichmann naar Zepperen. En ook spelers als Wannes Arsnong, Niels van Kouwberg, Felicia Sejdo en Thomas Soubry werden aangetrokken. Als je deze namen dan ook nog eens toevoegt aan het lijstje spelers dat er al was, dan weet je dat de titelkandidaat nummer 1 wel gekend is. Een van de spelers die Zepperen Brustum bleven was Dylan van Welkenhuizen. De doelpuntenmaker Pursan was ook dit jaar weer belangrijk met maar liefst 33 doelpunten. Het werd een topseizoen voor de Truienaren. Van de eerste 10 wedstrijden verloor het amper 1 keer en dit zelfs nadat het gelijkspel tegen Torpedo Hasselt werd omgebogen in een forfait-nederlaag. Ondanks de druk in de nek van Achel VV wist Zepperen Brustum vrij eenvoudig stand te houden. In het onderlinge duel tegen de Achelaren kon het zegevieren en zette het hen op 8 punten. In de terug ronde verloor het wel in Achel, maar de voorsprong in het klassement kon het eenvoudig behouden. Het seizoen sloot het af met 2 nederlagen, maar daar kraaide logischerwijs geen haan naar. Zepperen Brustum pakte dus de titel, vroeg ook een licentie aan en zal dus komend jaar zijn geluk mogen zoeken in een reeksje hoger, namelijk in de derde amateurliga van de nationale reeksen.